op hak 12. Ben je dit op een grotere hak, dan kun je dat zelfs al streamen binnen. En dat is dan de fameuze Alexandra. Alexandra is ook een vlieg van Engelse oorsprong. Als ik me goed ingelicht heb, zou dat een vliegje zijn die in de jaren 1860 door een Engelse vliegbinder genoemd is naar de toenmalige koningin Alexandra. Dus van daaruit, is dat nu juist of niet juist, dat weet ik niet. Maar zo staat het in de boekjes. Dat was Victoria in 1860. Jawel. Dan zal het haar dochter geweest zijn, zeker. Dat weet het niet. Of wie weet. Of wie weet dat het een tweede Camilla was of zo, ik weet het niet. Ja. Bon. Delphine. Of wel een Delphineke op zijn Belgisch. Ja. Enfin, hetzelfde. Dus hetzelfde procedé, hacking device. Weer hakplat. En dan voor de Alexandra, daar hebben we iets meer materiaal voor nodig. We hebben er ook rond of ovaal tinsel voor nodig. Een zwarte bindraad is ook ideaal. We hebben daar rode ibis. Maar ja, dit is een surrogaat, want dan ibis is beschermd. Dus dat is een eendeveer die geverfd is. En we hebben daar de zwaardveer van een pauwenstaart. Dus pauwenfibers. En hier hebben we dus, dat zijn dus de buitenkanten van de pauwenstaart. Zoals het paard, als de pauw zijn staart openzet, dan is het hele schone waaier. Nou, dat zijn dan de buitenkanten. De binnenkanten, dat zijn die met die oogstjes. En je kan dat dus ook, je ziet dat, die veer is eigenlijk al op voorhand van grootte gemaakt. Dus nou volgens de grootte van uw haak, neem de een lengte van uw fibertjes. Je kunt er ook, voor de grotere, kun je daar ook streamertjes mee binnen ophaken. 10, 8, 6, dat is een ideale paar streamertjes of ja, dan kun je er misschien zelfs mee op zalm vissen, ik weet het niet. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat is een vliesje met een staart, gelijk de Black Panel, maar mijn ander materiaal. Hetzelfde verhaal. Bindraad als basis op de haksteel, ongeveer tot aan de weerhak. En dat is nodig omdat ons materiaal anders een beetje nog gaan draaien. Ik kan dat van de eerste keer daar afsnijden, dan wordt dat lijfje zo gebocheld. Als je dat tot van voor doet, dan wordt dat schoon egaal. Nee. Rond de vooral pensel als de ribbing. Dat zetten we eerst in, omdat we dat laatst moeten gebruiken. Dus de bindwijze is ook al omgekeerd. Aangezien we nodig hebben. Dan nemen we plat. Tinsel. En om goed om makkelijk in te lijnen, snijden we dat schuin af. Millard. Tinsel heeft een gouden kant en een zilveren kant. Dus je gaat ermee doen dat je wilt. Leg de zilveren kant naar onder toe. Want als we straks beginnen te draaien, komt een blinkende zilveren kant naar boven toe. Te dicht.
plaats. En probeer die pencil een beetje mooi te draaien. Dus, dat is voor de stevigheid, dat hoeft niet echt, maar dat is voor de stevigheid. Steek, gewoon voor de manier van werken. De lak die we eraan doen, dat is gewoon voor de stevigheid. Dan gaat je vlieg wel langer mee. Doe je dat niet, maar dat is ook goed. Kruisling in de tegenovergestelde richting, tot aan de tensel aangebracht. Daar zijn we al zover met ons lichaampje. Dan gaan we vleugeltje aanbrengen. Het vleugeltje is zo de lengte. Voor deze vlieg zou ik niet te veel, maar 4x05. Pinch and loop. Neem terug, een beetje van ons pruimpje hier. Een stripje. Die zaten wel langer. Okay.
kijken, meneer. Terug een beetje. Ja. Dat is wel, dat is een leuk vliegspel. Ja, baas. Ja, ook even goed voor het verhaal. Dat is ook zo'n oude ander. Alexander.